staan vandaag in mijn achtertuin, want we gaan barbecuen. We hebben deze zomer een samenwerking samen met Campinggas. Je weet wel van de kleine campingstelletjes met een gasbrandertje. Maar ze maken ook hele mooie uitgebreide en luxe barbecues. En dit apparaat heeft ook een hele leuke accessoire die je erbij kunt kopen. En dat is namelijk een rotisserie set. Dus wij gaan vandaag aan de slag met zelf een kippetje braden op het spit, zou ik maar zeggen. En ik laat jullie zien hoe. Nou, wat hebben we nodig? Uiteraard een hele kip. 1,5 tot 2 kilo maar liefst. Nou heb ik als extra smaakmaker heb ik wat houtsnippers. Die doe je gewoon een uurtje van tevoren. Even in een bak met ruim koud water doe je het vast weken. En die leggen we straks onder in de barbecue. Dan komt er een heerlijke rooksmaak vanaf. Wat ook meteen een beetje extra meer smaak aan je kip geeft. Nou, hier heb ik dus de kip. Het eerste wat ik ga doen is even wat overtollig huid en vet ga ik eventjes trimmen. Heb ik hier wat boter. Dat schuif ik hier lekker door. Rubben we de kip mee in onder de huid, zeg maar. Gewoon lekker een boterklontje onder en die wrijf je gewoon een beetje warm met je handen. Wat ze in Japan doen met de koeien, hè? Dat masseren waar je dat heerlijke bief van krijgt, dat wagyu. Dat doen wij nu met de kip en een klontje boter. Heb ik hier mijn uitje, die stop ik in de holte. Tijdens het verwarmen laat de ui namelijk zijn sappen los en dan bedruipt hij ook als het ware de kip van binnenuit. Dan heb ik hier mijn kruidenmengsel. Dan ga ik er vast een beetje van overal verdelen. Dus ook een beetje van binnen. Laten we ook de achterkant van de kip niet vergeten. Ik heb hier dus wat keukentouw. Dus ik sla hem hier 1 keer om de ene poot. Pak de andere erbij, trek ze naar elkaar en sla hem daar om de andere poot. Dan kun je hem als het ware een soort van bij elkaar binden. Ga ik hier onder de poten door. En moet ik hem eigenlijk even draaien. Dus onder de poten door. Pak je hier dus de chicken wings. Pak je ook samen. En dan doe je hier achterop. Knoop je hem even een beetje strak op. Dan bolt hij ook mooi op. Dan zet je er even een knoopje in. Zo, ik heb hier de rotisserie set, zou ik maar zeggen. Ik heb mijn driehoek, mijn pitchfork er ook even opgedraaid. En jaag hem zo door het midden van en eigenlijk ook. Kijk, het mooiste zou zijn als je hem ook nog even dwars door het midden van de ui heen kan steken. Dus, here we go. En de pitchfork houdt dan de kip mooi op zijn plek. De andere kant, die steken we ook door de kip. En dan kan die op de barbecue. Dus die ziet er helemaal mooi en crispy uit. Lekker wat gegrilde mais erbij. Aardappeltjes met paprika. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke kookvideo vonden. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan zeker even op het YouTube kanaal. Want elke vrijdag kom ik bij je terug met een nieuwe kookvideo. Voor nu zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!